Beste kijkers thuis, welkom bij Prijzenslag. De onverbiddelijke prijzenregen van RTL 4. Kom maar naar beneden en sla je slag, Bob Wieringa. Kom naar beneden en sla je slag, Bettina van Mensel. Kom maar naar beneden en sla je slag, Sandra van Helmond. Rob van Tong, slank van lijf en leden, u veel prachtige prijzen gerolden. En de door u hooggeprezen presentator, de uiterst vriendelijke en onbetaalbare Hans Kazan! Nou, wat een feestelijke stemming weer, hè? U thuis ook hartelijk welkom. Ik hoop dat u ook al in een goede feestelijke stemming bent. En als u het nog niet bent, niks aan de hand. Want dan komt u het zo als u die eerste vier enthousiaste kandidaten bezig ziet. Ik ga ze gelijk bij u introduceren, hoor. Voor vandaag zijn het Bob, Erika, Bettina en Sandra. Hartelijk welkom. En ook vandaag mogen ze wat mij betreft beginnen met het uitbrengen van een bod. Op een bepaald artikel, u weet het, te hoog bieden, dat is fout, maar wel zo dicht mogelijk bij de juiste prijs. En we gaan kijken of Ton er is en of hij ons wil vertellen waar we vandaag mee van start gaan. Natuurlijk wil ik dat vertellen, Hans. En waar gaan we heen met biedspel 1? Daar is weer zo'n staaltje van opperste telecommunicatie. Deze telefoon past in elk interieur en let op, belt alleen maar als er gebeld wordt. Dat is handig. Bob maakt hopeloze gebaren. Ik sla een slag. 65 gulden. 65 gulden. Nou, Bob heeft zijn slag geslagen. Erika, sla jij eens een slag? 69 gulden. 69 gulden. De prijs gaat langzaam stijgen. Bettina? 79 gulden. 79, zie je wel, het neemt toe. En nou komt Sandra. 100. 100, doe maar. Nou, ik ben benieuwd, hoor. Wij hebben voor die schitterende telefoon betaald 150 gulden. Sandra, kom er maar bij. Zo, Sandra. Nou, ik ben heel nieuwsgierig waar jij vandaan komt. Uit Vught. Uit Vught. En wat doe jij in Vught? Huisvrouw. Huisvrouw. Ja, dat is zo weinig. Ja, zo weinig. Dat zeg ik verkeerd. Want huisvrouw zijn is niet weinig, want je moet waarschijnlijk voor je man zorgen. Ja. Heb je waarschijnlijk nog kinderen? Ja, eentje. Eentje. Een kleintje nog? Van 7 bijna. Van 7. En je hebt dan nog wel tijd over voor iets leuks, hobby's of zo? Ja, ik zing graag en ik wandel graag, ik fiets graag, ik kook graag, ik poets graag. Wat doe je eigenlijk niet graag? Jongen, alles doet ze graag, maar wat me het meest intrigeert is het zingen. Want zing je alleen of zing je bij een bandje of in een koor of waar zing je? Nou, ik heb bij een koor gezeten, maar ik zing thuis. Onder het poetsen. Onder het poetsen. Nou zijn er een heleboel mensen en die hebben, dat weet u thuis, die hebben een hekel aan poetsen. Zou jij ze nou kunnen even laten horen hoe jij poetsend door het huis gaat? Want misschien kunnen ze daar een voorbeeld aan nemen. Dat zou ik maar niet doen. Jawel. Even een klein stukje poetslied. Even een klein stukje. Mijn poetslied. Ja, ik zing meestal met de radio mee. Nou, dat doe je net alsof. Oh, erg. Waar zing ik? En dan die handjes de lucht in. Dan zal er voor jou toch de wereld open gaan. En dan die handjes de lucht in. Nou, maar zo kun je poetsen. Alle mensen, hey. Mensen thuis? Neem een voorbeeld aan haar. Hebt u een hekel aan poetsen? Denk aan Sandra en zing net als zij. En dan is het leven een feest, hè? Ja. Nou,
Tom, ga jij eens even de volgende prijs vrolijk aankondigen? Draai ze er maar in, want we hebben echt iets voor Sandra. Zoek de prijs van dit schitterende beautypakket. Na behandeling met deze schitterende beautyhulpen voel je je als een pasgeboren baby. In dit pakket een snoerloze ladyshave. Een gezichtsauna voor optimale gezichtverzorging. Ook te gebruiken als inhaleerapparaat. Een snoerloos massageapparaat. Een hydromassagebad. Een voetmassagebad. Een oplaadbare elektrische tandenborstelset met 4 borstels. Een monddouche en een weegschaal. Deze fantastische artikelen zijn hun gewicht in goud waard. Dat is een ding wat zeker is. En Sandra, jij mag al die schitterende artikelen meenemen. Er hangt een prijskaartje aan en die prijskaart staat hier op het bord. 1 van deze 5 is de juiste. Maar ja, welke nou, hè? 1 kans krijg je van mij om een bordje te draaien. Dan zul je zeggen, ja, 1 kans, dat is een beetje weinig. Maar je krijgt de mogelijkheid om er wat kansen bij te verdienen. Dan moet je ons iets vertellen over die artikelen. En wat komt hier nu allemaal weer tevoorschijn? Dit koffiezetapparaat neemt je veel werk uit handen. Je zet hem aan en binnen enkele minuten komt een heerlijke koffiegeur je tegemoet. En we doen er maar gelijk 20 pakken koffie bij. Waar zijn de snoeren? Geen snoer nodig bij deze schitterend decoratieve halogeenlamp die je overal kunt neerzetten. En hij is nog oplaadbaar ook. Je zit wel gelijk goed in je spullen als je weet wat die kost. Zet hem maar vast aan. Ik kom zo. Met deze elektrische deken stap je iedere avond in een heerlijk warm bed. Nooit meer koude voeten. Sandra, we beginnen bij die koffie en die koffiemachine. Daar staat een bordje bij met een prijs van 155 gulden. Het enige wat ik nou van jou wil weten is 155 gulden ja, de juiste prijs. Of zeg jij van nee, klopt niks van? Nee. Jij zegt nee. Zij zegt nee en het antwoord is nee. Want het kost 110 gulden. Mooi. Dat betekent dat die koffiemachine en de koffie alvast voor jou is en een extra kans om hier een bordje te draaien. Nou gaan we naar dat tweede artikel waarbij 225 gulden staat. Wat denk je, ja of nee? Ja. Zij denkt ja, 225 gulden. En dat antwoord is helemaal fout, want het is nee, 195 gulden. Nou, de elektrische deken. Lekker warm voor de koude nachten. 169 gulden staat erbij. Is dat ja of nee de juiste prijs? Ja. Zij zegt ja en het antwoord is... ja, 169 gulden. Nou, elektrische deken ook voor jou. Je had er dus 2 goed geraden. Dat betekent 2 kansen heb je verdiend. 1 kans krijg je van mij, is in totaal 3. Keer mag jij hier een bordje draaien. En als je in die 3 keer het juiste bordje omdraait met de prijskaart van die schitterende hoofdprijs die je zojuist in de winkel zag, is die voor jou. Nou, welke gaan we nou eens omdraaien? 1470. Wij gaan kijken. Neemt zij zomaar de eerste keer de hoofdprijs mee? Ja, nou ja. Ja. Jawel, kijk maar. Ja, zul je zeggen, zijn die anderen ook goed? Nee hoor, kijk maar. Dat waren allemaal fouten. Hoe krijgen ze het weer voor elkaar? Ja, ik zal deze er nog even bij doen hoor. Zo. Ja. Nou, nou, nou. Maar ik moet eerlijk zeggen, en u zult het met me eens zijn thuis, dat heeft ze verdiend hoor, want ze heeft zo de stemming erin gebracht hier in de zaal met haar vrolijke opgewekte poetslied. Tom, wie wordt de volgende kandidaat? Luister Hans, dat zal ik je vertellen. Kom naar beneden en sla je slag, Petra Barels. Ja. Dag Petra. Wat een enthousiaste fans heb jij op de tribunes, hè? Petra, vertel eens wie dat zijn. Van de zwemclub. Oh, van de zwemclub. Ja. Juist, nou die zullen jou dadelijk van goede adviezen gaan dienen, want je bent de eerste die een bod moet uitbrengen en daarna volgen de andere 3 kandidaten. Maar tegen jullie alle 4 zeg ik, richt je ogen maar weer op die volgende beatprijs en luister vooral heel goed naar de woorden van Tom. Dank je Hans. Doe mee met beatspel 2. Dit kan met de kerstdagen er wel eens van pas komen. Een plexiglas wijnkoeler die niet alleen je wijn op de juiste temperatuur houdt, maar nog mooi is ook... Ja, Petra. Ik zie je pijnsen en piekeren. Ja, en nou nog een bod. 45 gulden. Bob? 34 gulden. 34 gulden.
Erika? 46 gulden. 46 gulden. En Bettina? 65. 65 gulden. Nou, we gaan kijken. Die mooie koeler die uw wijn zo heerlijk fris houdt, kost in de winkel 36 gulden. Bob. Bob, ook van jou. Oh, hoor eens. Ook van jou willen we alles weten. Maar begin eens even te vertellen wie die enthousiaste mensen op de tribune zijn. Dat zijn allemaal enthousiastelingen uit Zwolle van de Bieslookweg. Is dat een buurt? Dat is één straat waar we lief en leed met elkaar delen op een hele fijne manier. Wat leuk. Ja. En jullie zijn dus met de hele Bieslookstraat hier naartoe gekomen? Inderdaad. Ja. Eén grote bus gehuurd en met z'n allen hierheen. Wat gezellig. Dat is trouwens een goed idee, want dan moet ik even tegen de mensen thuis, die vragen dat ook vaak van, goh, hoe kunnen we nou naar prijzenslag? Moet ik dan een club hebben? En dan zeg ik altijd, nee, het kan ook een gezellig clubje vrienden bij elkaar zijn. Of, zoals in jouw geval, de hele Bieslookstraat bijvoorbeeld. Hey Bob, wat doe jij trouwens in het dagelijks leven? Ik ben hoofd van de school. Wat leuk. Ik neem tenminste aan dat je dat leuk vindt. Ja. Er zijn minder leuke kanten aan, maar over het algemeen, ja. Hé, hey, we gaan iets leuks doen, want nou zitten thuis natuurlijk al die kinderen te kijken die bij jou op school zitten. En die denken van, daar staat meester Bob. Nou, meester Bob gaat nu zijn best doen, jongens en meisjes thuis, om de volgende prijs in de wacht te slepen. Maar eerst moet meester Bob even luisteren naar meester Tom. Meester Bob, kijk, een reisprijs in prijzenslag. En niet de eerste, de beste. We gaan naar de wintersport. Wint de lange latten maar vast onder. Deze busreis neemt je mee naar het idyllische Oostenrijkse Tirol. Je verblijft met z'n tweeën een week lang in het gastvrije Schiefau. En je hebt de tijd van je leven of je nu skiet, langlauft of heerlijk wilt genieten van de adembenemende landschappen. Is er iets mooiers en beter te bedenken voor meester Bob? Ja, meester Bob. Ja, ja. Het gaat gebeuren, want dadelijk gaat onze thermometer stijgen van de 0 hier beneden naar de 2500 gulden helemaal daarboven. Daartussenin ligt de juiste prijs van die wintersportvakantie. En als meester Bob op het juiste moment slaat op de knop, dan stopt die thermometer en stopt u hem op de juiste plaats, meester Bob. Dan mag u op de wintersportvakantie gaan. Eerst moet hij even aan het werk, die thermometer. En misschien, Bob, zou je hem zelf in werking willen zetten door dat even te vragen? Thermometer, wil je gaan stijgen? Hij doet het, jawel. Kunnen we meekijken? En als het zover is, dan speurt je naar die knop en geef je de klap. 1000 gulden, 1 week... Met 2 personen, met de bus, naar de wintersport. Bom. Hij stopt hem tussen de 1200 en de 1500 gulden. Daar gaat een lichtstreepje verschijnen op de juiste plaats. En valt dat binnen het rode vlak, dan ga jij op de wintersport. En mogen wij zien, wat is de juiste prijs? Daar middenin, kijk maar, 1340 gulden. Blij mee? Geweldig. Goed zo. Hey, tot zo dadelijk bij het rad. Dan op. Zo. Die meester Bob. Zo voor elkaar, hè? Nou, dit is weer zo'n feestelijke uitzending, hè? Alle prijzen gaan er achter elkaar uit. Maar ik mag u nou al thuis verklappen dat we dadelijk naar een spel toe gaan. En dat wordt een heel moeilijk spel. Maar er is natuurlijk iets heel moois mee te verdienen. Eerst moet die lege plaats achter de biettafel worden ingenomen. En de enige die weet wie daar komt te staan, dat is Tom. Ja, Hans. Kom maar naar beneden en sla je slag. Antoinette Peters! Daar gaat Antoinette. Hallo. Hallo. Gezellig. Ja, dat dacht ik, hè? Ja, je hebt ook allemaal gezellige mensen meegenomen, hoor ik al. Dat dacht ik. Nou, wie zijn dat? Van korfbalvereniging Eikelkorf uit Bergijk. Nou, zij heeft goede zin. En eigenlijk hebben ze dat alle vier. Dames achter de biettafel, ga even kijken naar het volgende artikel. Luister naar wat Tom erover vertelt. Want als je goed gaat, mag je hier naartoe komen. Tom, waar moet dat bot op worden uitgebracht? Luister Hans, voor wie is Bietspel 3? Wedden dat deze set onderzetters en lucifers volgende week tijdens de kerstdagen van pas zullen komen? Als je weet wat wij ervoor betaalden, zijn ze voor jou. Antoinette, wat bied jij?
29 gulden. 29 gulden. Erika, wat denk jij? 22 gulden. 22 gulden. Bettina? 18 gulden. 18 gulden. En Petra? 15 gulden. 15 gulden. Nou, ik ben benieuwd hoor. Weet je wat wij betaalden? 31 gulden. Jawel, Antoinette. Wat denk je? Wat leuk. Wat leuk, hè? Loop eens mee. Want ik denk dat je nou een gat in de lucht gaat springen als je ziet wat jij kan meenemen. Dit is de duurste prijs die in Prijzenslag is te winnen. Of vertel ik dan al te veel over de prijs van dit geruisloze supermodel van die gerenommeerde Franse autofabriek. Een prijs die niet in verhouding staat tot zijn ongekende comfort en prestaties. En wat een perfectie en sportiviteit straalt hij uit. Deze schitterend blauwe hatchback is voor jou. Binnen een mum steek je ermee weg over ons studioterrein. Een ongelofelijke klapper van een prijs. Au revoir! Antoinette, is dat een mooie auto of niet? Prachtig. Prachtig, echt, ja. Maar hem graag hebben? Altijd. Nou, laten we daar als ons best voor gaan doen. Antoinette, ik heb om te beginnen wat voor je meegenomen. Dus even kijken of ik het nog heb, hoor. Ja, dat zijn 7 briefjes van 10 gulden. Als jij je hand ophoudt, tellen we even of er echt 7 zijn. Iedereen telt wel even mee, hoor. Daar gaat het nummer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tientjes. Nou, luister goed, Antoinette, wat ik ga zeggen. We spelen de 7 klappen. Dat is een grote prijskaart van die auto. Die prijskaart begint, zoals je daar ziet, met een 3. Ik vraag van jou het nummer dat na die 3 komt. Als je het goed zegt, prachtig. Maar als je het fout zegt, moet je me voor elk puntje dat je ernaast zit een tientje teruggeven. Als je aan het eind van het spel, als die hele prijskaart open is, minimaal 1 tientje over hebt, is die auto voor jou. Antoinette, denk goed na. Laat je goed adviseren door de mensen op de tribune. Ik weet dat u thuis meedoet, maar dat kunnen we hier niet horen. En ga ons dan vertellen wat er volgens jou na die 3 moet komen te staan. Als het dan een 7 is, ben ik alles kwijt in 1 keer natuurlijk. 2. 2. 2. 2. Nou, we gaan kijken hoor. 2. Wat zeg je? Je ziet zoveel vingers de lucht ingaan op de tribune dat je toch niet weet wat je moet doen. Nou, we gaan kijken hoor. Ik hoop het voor je. Staat er na die 3 inderdaad, zoals zij zegt, een 2? Nou, dat is niet gek. Een 3. Er 1 puntje naast, krijg ik 1 tientje van je terug. Ja, die is terug. Heeft er nog 6 van die mooie over. De prijs van de auto is 33.000 en nog wat. Maar ja, om dat nog wat gaat het. Want wat staat er na die tweede 3? Zo draaien. 7. Een 7. Een 7, zegt ze. Let op, want wij gaan het zien. Staat er na die 3 een 7? Een 9. Nou, nee, dat is helemaal niet gek. Dan zit je er 2 punten naast. Kom eens hier, Antoinette, dan krijg ik 2 tientjes van je terug. Dat is 1 en dat is 2. Hoeveel heb je er nog over? Nog 4. Nog 4 en je moet er 1 overhouden, dus je mag nog maar 3 kwijtraken. Antoinette, let op. 33.000, 900 en nog wat. Maar ja, omdat nog wat gaat het. Als je goed doet, neem je die schitterende auto mee. Een zes. We gaan kijken, Antoinette. Je had er nog 3 over, hè? 3 mag je er kwijtraken. Wat zeg je? Als het een 9 is, ja. Dan is het fout. Maar je zei... Fout. Ik zei een 6. Jij zei een 6. En je houdt een 6. Gaan wij kijken, staat daar inderdaad een 6. Een 9. Dat betekent 3 tientjes krijg ik van je terug. Ja, wacht eens even. Kijk eens. Je hebt er nog 1 over. Jawel. Kijk nou eens even deze 3 terug. Jawel, maar nou, Antoinette, komt het erop aan. Je hebt 1 tientje over. Dat betekent dat je het juiste bedrag daar neer moet zetten. Ja, het kunnen alle cijfers zijn van 0 tot en met 9. Ik heb dus geen flauw idee.
Maar als je het goed zegt, neem je wel die auto mee van 33.900 en zoveel gulden. Nou, dat is toch even de moeite waard om een gokje te nemen, zeg. Dat doe ik altijd. Een nul? Ze zeggen een nul. Ja, ik ook. Ik zeg ook een nul. Ja, een nul? Ja, het is een uitzonderlijk cijfer, maar het kan... Nee, ja. Nee, 33.990 staat er dan. Het lijkt me een beetje een... dat jullie dat niet zo kiezen. Nou, welke had ik goed? De drie, hè? De eerste drie had ik goed. Mag ik nog even kijken daar? Vijf. Vijf, ja, vijf blijft het, definitief, ja. Nou, was even wat overleg nodig. Ja, het is een belangrijke beslissing. Het gaat natuurlijk niet om niks, hè? Nou, als daar een 5 staat, is het voor elkaar. Elk ander cijfer is fout, want dan zit je ernaast. Okay, nou, prima. Ja, dat is niet prima dan als het ernaast is, maar ik heb gekozen. Je hebt gekozen. 5. Oké, okay, mogen we zien, staat daar inderdaad een 5. Een 9. Jammer, Antoinette, een tientje terug. Ja, er is niks aan te doen, daar gaat hij. Moet je eens kijken, het was een mooie, hè. Oh, 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 oh. Hé, hey, ga lekker uitrusten. Loop even met Evelien mee. En beste mensen, het zat erop voor haar. Het was niet goed. Ja, het is een lieve kwijt hoor, dat is het ding wat zeker is. Weet u wie de eerste is die hier komt draaien, dames en heren? De eerste die hier naartoe komt om te draaien is Antoinette weer. Dus Antoinette, als je bent bijgekomen van de schrik, mag je nu hier naartoe komen. Wat een pech, hè? Nou, verschrikkelijk. Nou ja, weet je wat het is? We gaan hier aan het rad draaien en dan kan er nog van alles gebeuren. Moet ik hier nog iets over uitleggen? Nee hoor, hij moet 1 keer rond, hè? Dus moet... Ja, precies. Ja, nee, je begrijpt het helemaal. Nou, dan ga ik je niets meer vertellen. We pakken die bovenste randbeet, of we, jij Antoinette, en iedereen zal... Kun je erbij? Wacht even. Lukt het zo? Nou, daar gaat hij. Ja? Hij blijft staan op 75. Stop. Ja. De kans dat ik er overheen ga is zo groot. Ja. Ja, het is jouw beslissing. Je stopt? Ja, ja. Oké, okay. Dan mag je naar Jeske toe en zij neemt je mee. En beste mensen, wij gaan naar Bob, want hij is de volgende. Bob, kom er eens bij. Nou. Hier in het publiek zitten mensen die je aanmoedigen. En ik denk dat thuis al die jongens en meisjes van jouw school zitten. Hoe heet je school? De Marnix. De Marnix. Nou, alle meisjes en jongens van de Marnix zitten nu daar. Wou je nog even iets tegen ze zeggen? Ze zitten er nou toch. Nou, prettige vakantie, hè? Prettige vakantie. Kijk, kan meester Bob je meer wensen dan een prettige vakantie? Nee, toch zeker. Jongens thuis en meisjes, draai even je duimen. Want meester Bob gaat ook aan het rad draaien. En hij moet boven de 75 komen. Wil hij kans maken op de finale plaats. En hij draait. In totaal. ...85. Bob, wat ga je doen? Passen. Passen. Heel verstandig, denk ik. Jij mag mee met Jeske en jij staat nu op kop met je 85 punten. En Sandra, beste mensen, is de volgende die komt draaien. Sandra, kom er maar bij, hoor. Wacht even, Sandra. Ik zet hem voor jou even op de beginstand. Wat zeg je? Dat was me waar. Dat was me waar, hè? Nou, zeg dat wel. Het is altijd spannend hier, hè? Ja. Maar nou sta je er zelf. Heb je vaak gekeken naar het scherm? Ja, af en toe. Maar meestal ben ik... ja, ik kijk wel eens. Maar ja, met eten, afwassen en... Dus. Ik begrijp het. Maar nou sta je zelf op dat plekje wat je zo vaak gezien hebt. En nu is het aan jou om Bob te overtreffen. En dat zal moeilijk zijn, want hij staat op 85 punten. Maar jij gaat je best doen, hè?
Ik zal het proberen. Nou, dat weten we. We pakken dat rad maar beet aan de bovenste rand, geven een flinke draai en we zullen zien wat jij ervan terechtbrengt. Sandra, en dat betekent? Niks. Jawel, dat betekent wel wat. Dat betekent dat je nog een keer mag draaien. Jazeker, en die tweede draai tellen we op bij die 35. Sandra, ga je gang. Ze had 35. En ze draait erbij. 55. Je hebt gewonnen, Sandra. Dat dacht ik. Loop eens met me mee, Sandra. Want hier gaat het gebeuren. Zo. Sandra, het moment is aangebroken dat jij op die finale plaats staat. Nou, is je spanning een beetje weg of begint het nou pas? Nou, het is al een beetje weg. Ja? Nou, maar nog even een diepe zucht slaken, dat kan nog even. Nou, nou is het gereed. Sandra, jij mag bieden op de winkel. Bied niet te veel, dat is altijd fout. Wel iets minder, dat mag. Els is erbij met 9 kaartjes. Daar staan bedragen op van 250 tot en met 2500 gulden. Sandra, noem eens nou jouw gelukkige nummer. 7. 7. Draaien wij kaartje nummer 7. En dat geeft jou een marge van 1500 gulden. Mooi, Sandra. Heel mooi. Sandra, spits je oren. Open je ogen en kijk met ons allemaal mee als Tom beschrijft wat er in de winkel staat. Daar gaat hij, Hans. Hier is de grote prijsaanslagfinale. Ik moet eigenlijk zeggen de grootste prijsaanslagfinale. Een van letterlijk de grootste prijzen die er te winnen zijn in prijsaanslag. Deze superscreen tv maakt van je huiskamer bijna een stadion, een bioscoop, een theater. Het beeldscherm heeft een doorsnee van maar liefst 1,17 meter. Daarnaast is het 2x20 watt stereogeluid natuurlijk ook levensgroot. Deze superscreen heeft ook nog 60 voorkeurszenders en een digitale afstandsbediening. Maar we zijn nog niet klaar. Deze strak vormgegeven midi-hi-fi combinatie is de absolute topper van de 90er jaren. Deze hi-fi combinatie heeft een loopzuivere tuner, een versterker, een dubbel cassettedek met auto-reverse, een op afstand te bedienen cd-speler en natuurlijk mogen de twee luidsprekerboxen hier niet aan ontbreken. En de mooiste foto's maak je met deze fotocamera. Eenvoudiger, makkelijker en sneller dan ooit. Deze camera zal je in de meest extreme opnamesituaties niet in de steek laten. Maar wat zou je voor de winkel betalen? Als je het weet, Sandra, dan zijn al deze prijzen voor jou. Sandra, die televisie is eigenlijk een soort huisbioscoop. Zo groot en zo mooi is die. Geluidsapparatuur erbij, de camera, alles bij elkaar. Wat ga jij betalen? 650. Hoeveel? 7000 gulden. En ik zeg 7000 gulden eenmaal, 7000 gulden andermaal, 7000 gulden. Niet meer wisselen. 7000 gulden verkocht. Jij biedt 7000 gulden. Sandra, of jij jou zo dadelijk gelukkig in die winkel zien, te midden van al die prijzen, gaan we nu ontdekken. Want jij hebt gezegd 7000 en wij betaalden het bedrag van 9784 gulden. Sandra, het verschil is net iets te groot. Hè? Jammer, hè? Ja, komt toch leuk. Nou, daar zijn we blij om, want wij houden van blije mensen. Je hebt fantastisch voor ons gezongen en daarmee een boel mensen plezier gedaan. Want die weten dat ze voortaan zingend door het huis moeten, ook als nare klusjes gedaan moeten worden. Jij bedankt, Sandra. U mensen bedankt. En u thuis ook bedankt voor het kijken. We zien elkaar morgen weer bij de volgende aflevering van Prijsaanslag. Tot dan. Bye.